zoekt een thuis. Want wie kan er zonder? Zo gewoon en toch bijzonder, dat is thuis. Waar er iemand op je wacht, voor goede en slechte dagen, die antwoord geeft op je vragen. Thuis. Al die dromen die ons niet redden, lijken in de weg te staan. In de weg te staan. Ah, wel? Dan stoot die gast er nog altijd. Welke gast? Die ken ik niet. Frederik. Eva, ik wil dat je mij nog een kans geeft om het goed te maken. Na alles wat we meegemaakt hebben. Ik verdien dat toch? Nee, Frederik, het gaat niet meer tussen ons. Jij blijft mij maar afwijzen. Mag ik die beslissing niet zomaar nemen? Ik heb daar lang over nagedacht. Oké, onze relatie was misschien niet perfect, maar ik wil er echt wel iets aan doen. Leg er bij neer dat het gedaan is. Mocht mij echt de schuld geven, hè? Wat is het? Ben ik te stil? Ben ik te opdringerig? Niet grappig genoeg? Maar zeg dan wat het is, dan kan ik er iets aan doen. En misschien zal dat in het begin niet zo gemakkelijk gaan, maar uiteindelijk zal ik wel een andere Frederik worden. Maar ik wil geen andere Frederik. Wat wilde dan wel? Gedaan is tussen ons. Ik versta er niks niet meer van. Sorry. We zitten niet vrij genoeg of zo. Ik wil inderdaad mijn vrijheid terug, ja. Hoe kan ik u die vrijheid geven dan? Nee, maar ik wil de totale vrijheid. Geen verplichtingen meer, niks. Zelfs geen relatie. Ik wil een tijdje alleen zijn. Goed. Geen probleem. Ik zal u een tijdje alleen laten zijn. Ik zal u niet meer lastigvallen. Als je denkt dat je er klaar voor zit, dan bel je mij maar op. Nee, maar ik wil dat het definitief gedaan is. Moet jij nu hebben? Sinds wanneer zeg jij geen goeie dag meer tegen uw vrienden? Sorry, Zimma. Maar ik ken u niet. Laat ik uw geheugen eens opfrissen. Ik ga even naar buiten, hè. En direct terug. Ik kom nog niet meer. Kom aan. Wat kom jij hier feitelijk doen? Ik kom op ziekenbezoek bij een goede vriend. Sorry dat ik geen bloemen bij heb. Ha, dat is heel geestig. Heb je tegen de Stanley gezegd dat je mij uit een auto hebt gesmeten? Het is lang geleden dat ik hem zo goed heb horen lachen. Ik had dood kunnen zijn, hè? Dat weet je toch. Hij is zot als een achterdeur. Gij. Onkruid vergaan niet, stofke. Trouwens, de mens gaat zo rap niet dood, hè? Dat weet je toch? Jij moet uw grote teut houden, weet je dat? Hè? We moeten uw collega niet denken van u. Hey, kom, jongen, wat komt u doen? Kon mij een beetje belachelijk maken? Is dat de bedoeling? We hebben een boodschap gekregen over die een burgerwacht. Ah, eindelijk. Hij gaat er nu eens voor één keer uw verstand gebruiken. Het is het eerste dat ik hoor van zo'n burgerwacht. Ja, en toch komt het maar, jongen. Binnenkort beginnen ze te patrouilleren. Als je dat nog doordoet, dan is het nog zotter dan ik dacht. Maakt u niet tik.
hebt gelijk. Ik heb gelijk. Allee, ga er dan toch voor één keer uw verstand gebruiken. Vanavond 8 uur. Wat? Van een paar blauwe plekken worden toch niet over? Vanavond 8 uur. We werken niet zonder u. Ik wil dat je mij uit uw hoofd zet. Als ik nu iemand anders leer kennen, hij komt mij tegen op straat. Dan zal ik heel blij zijn voor u. Nee. Dan ga jij spijt hebben. Dat is een pech voor mij. Je verprutst dus echte liefde, hè? Alleen maar om met andere gasten op te trekken. Dat is niet waar. Dat is het laatste waar ik aan denk. Maar denk je misschien dat je beter en slimmer kunt krijgen? Nee, Frederik, zo ben ik niet en dat weten. Ik weet gewoon niks meer. Ik weet alleen dat ik je zo niet herken. Kijk het zo niet. Frederik. Als je wil dat ik vanavond wat vroeger doorga, dan moet je het zeggen, hè. Waarom zou jij vroeger door moeten gaan? Wow. Ik weet niet, misschien heb je plannen voor de avond. En die zou ik toch zeker niet in de weg willen staan. Ik kan meneer misschien zeggen waar dat hem het over heeft. Nou, misschien loopt er wel iemand in de buurt rond die vanavond met jou op stap zou willen gaan. En misschien wil ik wel niet. Ik snap dat niet, hè. Jean-Pierre is een knappe gast. Hij is charmant, hij is vriendelijk. Zo lopen er veel rond, hè? Nou, ik zou de mannen wel eens willen zien die jou zo'n degoe van ons geslacht hebben gegeven. Ik heb ik geen degoe van mannen. Ik wil alleen niet dat ze constant rond mij hangen. Dat is alles. Uit principe? Nee. Omdat ik ze toch niet kan geven wat ze nodig hebben. En zij mij ook niet. Ben jij niet bang om alleen oud te worden? Eva? Het is niks. Hoezo, het is niks? Hey. Onze Luc? Die steekt geen poot uit. Die is gaan eten met zijn schoonmadam. Oh, moe, ik moet afleggen, hè. Geef jij een kusje aan de Frankie en ik zie u van de avond, hè. Tada. Nou wel, Simon. Privételefoontjes achter de rug van de bazen, dat staat niet schoon op een C4, hè. Hey, zeg. Ik zwoeg me hier kapot, hè, om door heel die stapel te geraken. Dan ga je toch niet reclameren op één telefoon. Maar als je de hele tijd aan een telefoon hangt, dan gaat dat werk niet afgeraken. Enfin. Ik ben speciaal nog niet gaan eten om te kunnen doorwerken. Dan mag ik toch wel eens naar huis bellen om te horen hoe dat met de Frankie gaat. Het is toch waar, hè, Luc? Dat bemoei ik mij niet mee. Daar bemoeit hem zich niet mee, dat is gemakkelijk. Je zou beter jezelf uw handen uit de mouwen steken. Zoveel praat, zeg. Zullen we het daar geven, Luc? Het zal nog niet zijn. Ze krijgen het. Wat? Een ontslag? Tadaa! Dat verdient een bloemetje. Is dat voor mij? Dat is voor de hardwerkendste secretaris van deze bureau.
Oh, er is er maar één. En mogen deze bloemen, lieve Simone, u de kracht geven om er dagelijks opnieuw in te vliegen. En niet te veel fouten te maken in ons facturen. Zeker niet in ons nadeel. Allee, merci. Allee, sorry dat ik mij daar juist zo druk maakte, maar ik kreeg het even moeilijk. Oh, dat is niks. Luc en zijn schoonmadam kunnen daar tegen. Allee, kom eventje, kom. Ga eens even zitten. Huh? Hier. Heeft Frederik u pijn gedaan? Nee, ik hem. Eva, met iemand breken, dat doet altijd pijn. Ja. Maar je wou maar niet verstaan dat het echt gedaan was tussen ons. Het bleef maar aandringen heel de tijd. We beginnen nu spijt te krijgen. Nee, helemaal niet. Maar waarom zit je dan zo verdrietig? Hè? Ja, omdat ik me ineens realiseerde wat ik hem aandeed. En hoe een pijn dat doet. En dat heeft hem echt niet verdiend. Zeg jij zeker dat je niet nog een klein beetje verliefd bent op Frederik? Nee, ik denk het niet. Ik zou het wel tof vinden om hem af en toe nog eens te zien, maar meer niet. En wel, dan heb jij het enige gedaan wat je kon doen. Wat je zelfs moest doen. Maar ik wil hem geen pijn doen. Ik zou er beter even naartoe gaan. Mag dat? Nee, maar hij moet ook inzien dat het de enige goede oplossing is. Ja, dat mag. Maar ik denk niet dat het verstandig is. Voor wat niet? Maar ik ben nog altijd zijn vriendin. Allee, ik ben nu zijn lief niet meer, maar het is mijn vriend en ik vind dat ik hem moet steunen. Als er nu iemand is die hem niet kan steunen, Eva, dan zeg jij het. Voor wat? Omdat je hem valse hoop gaat geven. Je moet hem tijd geven. Hij moet de kans hebben om te voelen dat het echt gedaan is. Geloof me, het is echt veel beter als je elkaar een tijdje gewoon niet ziet. Ze verwijzen allemaal zo moeilijk. Nee, serieus. Hoe is het met u? Ik zie u zo weinig de laatste tijd. Ça va. Waar is Strubbelings geschat met de Christophe? Oei. Maar we hebben wij eens goed gebatterd en alles is terug bon. Dat hoor ik liever, ze. Hier ze, daar ze. Bianca. Hey. Peggy, jij een minuutje? Nee, ik zit ons beker aan het klappen. Ik kan echt niet wachten. Allee, ja, dan. Sorry. Tot ze beet, hè. Zeg, Filippo, als jij zo doet, dan maakt het wel verdacht tegenover Bianca. Ik kan moeilijk wachten tot dat je uitgezeverd bent. Voor wat niet? Ze hebben mij van de nacht nodig. Wat dan weer al? Om een verhuis, ja. Voor een paar spulletjes moeten van plaats veranderd worden. Ze hebben nu toch niet nodig voor een verhuis? Ja, ze willen per se dat ik meedoen, hè. Vind je dat ik moet weigeren? Ja. Alhoewel, dat is misschien te gevaarlijk. Wanneer gaan die gasten er nu eens mee stoppen? Nooit, hè, Peggy, nooit. Maar dat is toch voor te flippen? Er is ook goed nieuws. Ik heb ze gezegd van die burgerwacht en dat pakken ze wel als serieus. Allee, ze gaan zich een tijd kalm houden. Hebben ze dat gezegd? Niet met zoveel woorden, maar... Volgens mij zijn die gasten niet van plan om daarmee te stoppen. Als het hier te gevaarlijk wordt, dan gaan die gewoon naar een ander dorp. Dat heeft dan tenminste het voordeel dat ik onze baan niet meer tegen het lijf kan lopen. Ja, ja, ja. Je mag zelfs 3 keer missen. Hier zijn de categorieën. Eilanden, Athene, Winden en Dans. Hé, hey, baby. Oh, ik ben kapot. Ben geen ziekte ook niet meer waard. Een spannende quiz. Ik kom nog meestal eens thuis van zijn werk, maar ik mag mijn mond al niet meer open doen. Hey, kom aan, zie eens wat voor goed eten dat ik voor u hem gereed heb. Voilà, ze. Choucroute. Choucroute. Dat hadden ze in de oorlog ook. Maar enfin, dat is uw lievelingseten. Ik zou ook de miljonair wel eens willen gaan uithangen, gelijk Jenny. Wat is het nu weer met Jenny?
naam? Die is op reis, naar Portugal. Delos is goed. Portugal, nog wat? Ja, naar Portugal. Dat komt er eerst van naar een tak maken dat ze geen geld genoeg heeft. Maar in feite heeft ze geld genoeg om de ramen en vensters te smijten. Jij doet ook een motto gekocht. Van geld dat ik geleend heb. En dan moet ik gewoon werken. Om dat met mijn eigen bloed, zweet en tranen terug te betalen. Jenny werkt nu ook al een tijd in te smissen. Hè. Die zal ondertussen ook al een klein spaarpotje hebben, zeker. Ja, mijn grote spaarpot leegt erover. Dat is nog niet alles, hè. Je weet ook dat ze hier is komen permitteren, dat dat ook allemaal voor Bianca is, hè. Wel, dat is allemaal dikke flauwe zever, hè. Allemaal dikke flauwe kul. Ik heb deze morgen gehoord dat Bianca al een bijverdienen is bij een dokter. Frank, Bianca is ondertussen ook al groot, hè. Weet jij wat dat uit gaan kosten? Dank voor het kijken. Het was een leuk spelletje, dus. Voilà, Seth. Voor Atlas. Wat is het? Is het gedaan met de spannende quiz? Ja, het is gedaan. En ze hebben de superprijs gewonnen. Het zal wat zijn. 3 mixers en een woordenboek. Nee, een reisje naar Portugal. Zie ik u vanavond nog? Ik denk het niet. Ik weet niet waar dat de grief naartoe moet, maar... dat wordt gegarandeerd nachtwerk. Zeg, hoe ga je dat volhouden? Morgen op het werk zit je geen mens niet meer. Ik wil mijn job ook niet verliezen, hè, Peggy. Zeg gerust, hè. Goed weg. Kan je me beloven een beetje voorzichtig te zijn? Ja. Morgen. Morgen. Problemen. Het is stil waar het nooit waait. Hey, ik zie toch ook dat jij down bent. Wil je erover praten? Nee. Pff, je zou daar toch niks van begrijpen. En... eigenlijk is het maar iets onnozel. Ik geloof je niet. Volgens mij wilde je echt niet dat er dat iemand weet. Voor wat? Ik herken dat. Ik herken die afleidingsmanoeuvres van toen ik zelf met mijn groot geheim rondliep. Heb jij toen ooit aan iemand verteld over de nieuw? Dat kon toch niet? Ja. Had het willen vertellen? Ja, maar dat kon niet. Ik dacht dat wij anders met z'n drieën in een bak moesten gaan zitten. Mm-hmm. Dus een geheim is het beste als je dat aan iemand vertelt. Ja, ik weet het niet, maar... bij ons zijn de problemen maar begonnen toen onze pa gaan klappen is. Ja, achteraf gezien was het ook maar goed, want je kunt daar niet mee blijven rondlopen, hè. Maar... dat had natuurlijk ook helemaal verkeerd kunnen aflopen. Wat is het? Heb ik al een eten opgegeten misschien? Nee, waarom eet je nu niet voort? Nee, we zien hoe dat gaan. Iemand die maar smaak aan het eten is. Je moet mij niet opjagen. Ik heb deze middag mijn boterhammen al moeten binnenproppen. Dankzij die plezante broer van mij hebben we amper tijd om te schaften. Wat moet ik dan zeggen? Ik heb helemaal geen tijd gehad om te eten. Ik heb gewoon moeten doorwerken. Schandalig. De vakbond moest het weten. Je gaat toch weer niet beginnen staken, zeker? Je weet toch dat je bij Verkammen bent buitengevlogen? Doe maar een beetje kalm. Als het moet, hè, dan doe ik het allemaal terug. Een werkende mens, hè, dat is geen schotelvot. Dat is niet nodig, Frank, want ik heb daarna als dank een bouquet bloemen gekregen van Luc en Leontien. Een bouquet bloemen? Hij had beter een dubbel pre gegeven. Maar nee, een bouquet pisbloemen, dat is goedkoper. Oh, met onze Luc niet altijd zo aanvallen. Onze Luc. Hij heeft een dikke nek, ja. Hij doet wel even bekakt als Leontien. Sinds dat ze met die affaire van Salieri bezig zijn, dan hebben ze nogal in hun staar gekregen. Oh. Maar onze Luc die gaat tenminste vooruit. Ja, en dankzij wie, denkt hij? Dankzij Simonneke en dankzij mij, omdat wij tenminste poten aan ons lijf hebben. Ja, daar heeft Frank nu wel een beetje gelijk in, hè, moe? Ja, waarom heeft hij dan zijn eigen zaak niet boven water kunnen houden? Oh, malchance. Hm? Niet anders dan dat, malchance. Ja. Sinds het gevangen, hè, sinds uw proces, heb je geen ene klant niet meer gekregen. Zorke... ja, maar nee, ik kan niet verdragen dat hem zo praat over onze Luc. Dankzij onze Luc heeft hem werk. Dankzij mij, hè, blijft heel die affaire bij Verkammen door draaien. Zie jij maar dat uw afbetalingen naar Rozeke blijven draaien. Oh merde, ik moet voortdoen. Oh,
En weet je naast tegen de hoofdpijn? Ook nog een goeiemorgen. Zeg, heb jij mijn bril nergens gezien? Ik ben die kwijt. In het café is die nergens te vinden. Harry, die zagen alstublieft. Dat kan ik vandaag best missen. Hè? Oh, Clio slaapt nog. Apropos, is het geweest gisteren of mogen we dat niet weten? Maar jawel. Heel goed. Ze waren heel tevreden over mijn werk. Ja, blijkbaar. De lofbetuigingen hebben tot diep in de nacht geduurd. Harry. Hier, drink leeg. Het is toch normaal dat als ik zo'n moeilijke opdracht tot een goed einde breng, dat ik met mijn collega's nog iets ga drinken? Ja. Of mag dat ook al niet meer? Ingridje, van mijn part gaat jij van het café naar uw werk. Maar een telefoontje om te laten horen dat alles goed is gegaan en alles in orde is, is wel welkom dan, hè? Ja, sorry. Je hebt gelijk, ik heb er niet aan gedacht. Ja, zeg liever sorry, ik heb niet aan Harry gedacht. Voor de zoveel keer. Ik kan 2 minuutjes zonder, ja. Het kan absoluut 2 minuutjes zonder. Kom. Voortjong, ik kan douchen. Nee. Huh? Marianne is hier niet, hoor. Ja, dat weet ik, ja. Ja, dat dacht ik al, ja. Nee. Wat komt je daar eigenlijk doen? Ik wil u spreken. Mij? Als dokter. Oh, dat zal dan moeilijk gaan, hè. Mijn consultatie begint pas over 1 uur. Ik kan dat nu niet. Nee. Ik moet dingen op het dossier uit het ziekenhuis doornemen. Dat is toch wel, hè? Wat een paar dagen. Dat is gisteren pas losgebroken. Allee, kom binnen, kom. Ja, trek je bovenkleren maar uit. Dan zal ik eens luisteren. Diep in- en uitademen. Mooi. En nog eens diep in- en uitademen. En hoest nu eens. Mooi. Ja. Oké, je kunt u terug aankleden. Fin? Is het iets? Het is psychosomatisch. Je bent zo gezond als wat dan ook. De choco is op. Och, allee. Je kunt terug spreken. Wanneer kunnen wij serieus praten? Binnenkort. Kan dat niet een beetje preciezer? Ik weet het niet. Ik weet maar 1 ding. Dat is dat ik een heel moeilijk project tot een succes heb gebracht en dat jij mijn geluk niet gunt. Wat misdoe ik nu? Maar jij bent maar in 1 ding geïnteresseerd, dat is in jezelf. Mis. Ik ben niet in mezelf geïnteresseerd, ik ben in ons geïnteresseerd. In onze relatie. Jawel, dat kan even niet. Mag ik 1 dag van mijn welverdiende rust genieten? Nu nog beter. Madame werkt, gaat op café, onderhoud haar sociaal contacten, allemaal goed en wel. Maar 5 minuten! Om over het belangrijkste te spreken dat we hebben in ons leven. Nee, die zijn er niet. Maar wanneer ga jij nu eens begrijpen dat jij niet het belangrijkste bent in mijn leven? Waar gaat naartoe? Ik ga werken. Je bent bedankt. Kan niet. Ja, kijk, als je me niet gelooft, kun je altijd een collega raadplegen. Maar ik hoest toch? Ik bedoel, dat is toch geen komedie? Hoesten kan ook een gevolg zijn van stress. Ik heb niet meer stress dan iemand anders. Recente spanningen, misschien? Wilt je iets insinueren? Er zit me geen enkele verklaring schuldig. Er is niks aan de hand met Marianne. Marianne is naar de Ardennen omdat Jenny in de put zat. Ja, ik zeg toch niks. Nee, maar uw gezicht spreekt boekdelen. Als ik stress heb, komt dat door mijn dochter. Zij doet tegenwoordig heel moeilijk. Ze zal waarschijnlijk ook een gemakkelijk leven leiden. We doen allemaal ons best
We doen ons best om haar handicap zo draagbaar mogelijk te maken. Snap je, maar dat bedoel ik niet. Dree, alsjeblieft. Ik heb mijn schuldgevoel niet onder controle. Dat is trouwens een van de voorwaarden om mijn ontwenningskuur te doen lukken. Ja, wat is het? Zal ik u een onschuldig hoestsiroopje voorschrijven of is dat niet nodig? Nee. Baat het niet, dan schaadt het niet. Hè? Goed, maar je weet hoe ik denk over het gebruik van geneesmiddelen. Hè? Oh. Ja. Maar nu zou ik toch wel eens willen weten hoe dat jij denkt over Marianne.